Hey en welkom bij deze nieuwe aflevering. Deze aflevering is uniek in de zin dat ik iets heel speciaals met jou ga delen. Want wat er gaat volgen is eigenlijk een stukje uit de Zelfzeker Zanger Bootcamp. De Zelfzeker Zanger Bootcamp is een online event voor zangers die een paar maanden geleden heeft plaatsgevonden. En normaal deel ik dit niet met mensen die zich daarvoor niet hebben aangemeld. Maar wat er in die bootcamp gezegd geweest is en geleerd geweest is, is volgens mij zo waardevol dat ik toch een uitzondering maak en stukjes van die bootcamp ga delen. Waaronder deze aflevering hier. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En ja, als je graag meedoet met de volgende bootcamp, in de beschrijving hieronder kan je de link er naartoe vinden om jou op de wachtlijst te zetten. Dus veel plezier! Dus het eerste dat we moeten doen om vanuit vertrouwen te handelen, is bewust worden van wat ons tegenhoudt om te groeien als zanger. En hoe gaan we dat doen? Dat is dan de volgende vraag. Zoals ik in het begin van deze bootcamp al zei, vandaag gaan we wat minder zingen. Waarom? Omdat het geen enkele zin heeft om allerlei verschillende zangtechnieken of zangoefeningen mee te geven als er nog altijd een deeltje van jezelf die groei gaat afremmen. En je kan het vergelijken met een auto. Stel dat je in de auto gaat zitten en je wilt ergens naartoe rijden. En je doet de sleutel in het contact en je doet de motor aan en je drukt op het gaspedaal. Maar je auto geraakt niet vooruit. En je voelt dat er iets mis zit. En je merkt dan van, oei, mijn handrem zit nog op. Je verschillende zangtechnieken en oefeningen meegeven om je te laten groeien als zanger, terwijl deeltjes van jou die groei tegenhouden, kan je vergelijken met die auto. Het is net of je de gaspedaal indrukt, maar je handrem nog op staat. En zo geraken we niet verder. En dat is waarom dat we vandaag met dat eerste gaan beginnen. Vandaag gaan we stilaan die handrem, die misschien bij sommigen onder ons nog op staat, die gaan we stiltjes aan losmaken. Als ik het heb over het loslaten van zaken die je tegenhouden tijdens het zingen, waarover zou ik het dan kunnen hebben? Wat houdt jou op dit moment het meeste tegen tijdens het zingen? Dus dat zijn gedachten die ons letterlijk belemmeren om vooruit te gaan. En die belemmerende gedachten heeft iedereen. Dus het is heel normaal dat die er zijn. Die mogen er ook zijn, want die hebben een functie. Maar zonder die belemmerende gedachten te kunnen loslaten, dan gaan we die handrem ook niet kunnen loslaten. Die belemmerende gedachten kan je vergelijken met die handrem van onze auto. En het is zo belangrijk om die los te laten, zodat we dan het gaspedaal kunnen gaan indrukken. Dus dat is waarom het zo belangrijk is dat we daar vandaag mee starten. Dus, een voorbeeld. Stel dat ik bang ben om mijn huisgenoten te gaan storen wanneer ik oefen. Of dat ik bang ben om hun reactie te lezen of te horen wanneer ik oefen. Als ik bang ben om fouten te gaan maken tijdens mijn oefensessie, ga ik verschillende zangtechnieken niet per se goed kunnen uitvoeren. Waardoor ik niet groei als zanger. Hè? Dus dan zitten we in een vicieuze cirkel. Er zijn bijvoorbeeld zangtechnieken waar je gekke geluiden moet gaan maken. Hè? Zoals twang. Dat is nogal een vrij nasale klank. Als ik je vraag, maak het eens zo lelijk als je kan, maar je durft niet omdat je huisgenoten daar zijn, dan kan je de zangtechniek niet goed gaan toepassen. Zie je? Het is dus belangrijk om ons bewust te zijn van die belemmerende gedachten. Van die gedachten die ons tegenhouden in onze groei, in onze ontwikkeling als zanger. Doen we dat niet, dan komen we vaak in een autopilootmodus terecht. En dat kan er dan voor zorgen dat we in een soort van slachtofferrol terechtkomen. En een slachtofferrol, dat zijn dan dingen waar we zeggen, zie je wel, mijn buren zijn niet thuis, dus ik kan niet oefenen. Of zie je wel, ik heb slechte commentaar gekregen, dus ik kan helemaal niet zingen. Of zie je wel, ik maak een fout, dus ik ga het nooit kunnen leren. De vraag die dan, dat is slachtofferrol trouwens, hè. Dus de vraag die vaak opkomt is, hoe kan ik ervoor zorgen dat die belemmerende gedachten, dat ik die kan loslaten? Dat we die handrem stilletjes aan loslaten, zodat we die gaspedaal kunnen induwen. Wel, alles heeft te maken met hoe je naar de zaken gaat kijken. Dus, we gaan een oefening doen. Ik ga iets beschrijven en ik ben benieuwd welke emotie je eraan gaat koppelen. Welke emotie je ermee associeert. Oké. Dit zijn, zeg maar, de symptomen. Stel,
Je voelt je hart een beetje sneller slaan. Je handen die voelen klam aan en ze beginnen misschien zelfs wat te zweten. Je benen worden gevoelloos of ze tintelen. Je krijgt een knijpend gevoel in je maag, alsof dat er een knoop in zit. Als je die symptomen leest of hoort, welk gevoel associeer jij met die beschrijving? Dus de meeste mensen associëren dat met een gevoel van angst of een soort van angst. Hè? Onzekerheid, twijfel, stress, zenuwen. Dit is wat Bruce Springsteen ooit in een interview heeft gezegd. Just before I go on stage. Dus net wanneer ik, voor ik het podium op ga. My heart beats a little faster. Gaat mijn hart een beetje sneller slaan. My hands sweat a little. Mijn handen gaan beginnen zweten. My legs go numb as if I'm getting pins and needles. Mijn benen worden gevoelloos. Een tintelend gevoel. And then I get a tight feeling in the pit of my stomach that starts to spin round and round. En heb ik een knoop in mijn maag. When I... En dat is een belangrijke. Dus dat zijn eigenlijk alle symptomen van daarnet. Hè? Dan zegt hij... When I get all of those feelings... I know I'm excited, pumped up and ready to go on stage. Dat is voor mij mindblowing. Waarom? We hebben feiten. Dat zijn de feiten. Ik ga mezelf even groot maken, want dit is te belangrijk. We hebben feiten. De feiten zijn, mijn maag voelt in de knoop, mijn benen tintelen, mijn handen zweten en mijn... benen beginnen te trillen, of wat dat de feiten ook waren. We kunnen ervoor kiezen om het te zien vanuit... dat wil zeggen dat ik stress ervaar. Of dat wil zeggen dat ik angstig ben. Dat wil zeggen dat ik een paniekaanval aan het krijgen ben. Of we kunnen ervoor kiezen om het te zien van... ik ben klaar om het podium op te lopen. Dat is dan vanuit deze kant. Dus de betekenis dat je aan feiten gaat linken... hebben zoveel invloed op hoe dat we ons gaan voelen, hoe dat we gaan handelen, hoe dat we ons gaan gedragen. Dus de symptomen zijn hetzelfde, maar de interpretatie, ja, die kan je verschillend gaan maken. Dus door je gedachten te kunnen controleren en je perspectief bewust te kunnen gaan kiezen, dat is waar je zelfvertrouwen gaat kweken. En zoals je weet, start een goede zangtechniek vanuit zelfvertrouwen. Zang en lees met mij.